Niet waar? Niet waar is spreuk? Of toch zoiets wordt er gezegd in deze contreien. Welkom bij de derde aflevering van Wijs als Zijs. Mijn naam is Linda Lea en ik vrees dat ik nog een aantal keer zal moeten herhalen dat ik misschien niet altijd hetzelfde kapsel zal hebben, maar dat deze jukbeenderen hier alvast hun vaste domicilie hebben. Jullie hebben een week moeten wachten. Dank jullie wel voor jullie geduld. Maar ondergetekende zat vorige week in Hannover, Duitsland, op de planken van Theatervormen Festival met een intelligent productie van Luanda Casella, namelijk Killjoy Quiz. En het bleek een beetje moeilijk om te filmen en te monteren vanuit de backstage en mijn hotelkamer. Maar ik ben zeer blij dat jullie opnieuw van de partij zijn. Ik heb mij laten vertellen dat Wijs als Zijs blijkbaar het enige taalprogramma is op de Belgische televisie. Ik hoop van harte dat dit helemaal geen waar is. Maar als dat zo is, dan hebben wij een flinke reputatie omhoog te houden. In deze reeks brengen wij een ode aan Nederlandse taalkundige en etymologe Dr. Nicolien van der Zijs. Zij is professor aan de Radboud Universiteit in Nijmegen en haar nuchtere en realistische kijk op taal en taalevolutie zou ons kunnen helpen om een wijzere houding aan te nemen ten opzichte van taaltrends, leenwoorden en andere taalfenomenen. Want een taal verandert namelijk elke dag door de interactie tussen mensen onderling en de relatie tussen mensen en hun omgeving. Daarom wil ik elke week stilstaan bij een opmerkelijk of dagdagelijks woord uit de Nederlandse taal. Deze week wil ik het hebben over het woord pruik. Pruik of naturel? Tegenwoordig wordt er nogal wat ophef gemaakt over het dragen van extensions of volledige haarstukjes. Door nieuwe technologieën en sociale media is het dragen van pruiken uit de taboesfeer gehaald en wijder verspreid, maar nog altijd fel besproken. Nochtans is het dragen van pruiken helemaal niet nieuw. Het woord pruik komt van het Franse woord perruche, dat afkomstig is van het Franse woord voor papegaai, namelijk perroquet. Hieruit blijkt eigenlijk al het komische element dat men met pruikendragers associeert. Het stugge karakter van vals haar, waardoor het soms kan komen recht te staan en blijft recht staan, zoals de kuif van een kaketoe. Tegenwoordig worden pruiken gemaakt van synthetische stoffen zoals plastiek, kanekalon of acrylvezels die worden opgewarmd en zo in fijne strengen worden gerokken om slierte mensenhaar te imiteren. Voor zij die een realistischer effect willen bekomen, heb je de duurdere pruiken gemaakt van echt mensenhaar. Je kan je haar laten groeien tot minstens 25 of 30 centimeter, zolang het gezond is natuurlijk, en vervolgens laten knippen om te schenken aan organisaties die pruiken maken voor volwassenen en kinderen die hun haar verliezen door medische redenen. Dit gebeurt via erkende kanalen zoals Geef om haar van Think Pink of Marie de Pruikenmaker. Dit is geen handschoen à la Madonna in 1980, maar dit is een haarnetje om mijn haar vooral te beschermen, maar ook om meer grip te creëren waaraan ik mijn pruik kan vastmaken. Want je ziet hier zo een dikker netje in, dus dit is het voorstukje, maar de rest ziet er eigenlijk zo uit over mijn hoofd. En dan heb je aan de zijkant zo van die kammetjes om vast te klippen aan de zijkant van je hoofd. En dit zijn riempjes. Het ziet eruit een beetje zoals BH-riempjes om het een beetje kleiner te maken als de diameter van je pruik een beetje te groot is. Ja, waarom draag ik eigenlijk een pruik? Voorlopig ben ik nog gezegend met een goede gezondheid, dus om medische redenen is het alvast niet.
Ik vind het vooral heel leuk om te experimenteren met kleur en andere textuur, want dit is natuurlijk geen haar zoals het haar dat uit mijn hoofd groeit. Mijn haar is eerder afro-textuur, afro-haar. Kleine, kleine krulletjes. Het wordt ook wel kroeshaar genoemd. En dit haar is bijzonder, ik zou niet zeggen bijzonder moeilijk om te verzorgen. Het vraagt gewoon een bepaalde toewijding en een bepaalde routine. Maar in bepaalde weersomstandigheden, zoals nu, het is nu vrij warm en zwoel en vochtig, doet mijn haar het niet zo goed. Want iets wat mijn haar vooral niet graag heeft, is veel manipulatie. Dus wanneer mijn haar nat wordt, dan krimpt het op. Krimpt het helemaal op. Dus ik kan de lengte van mijn haar kan tot 75% krimpen. Dus nu ziet het er zo uit, maar als het nat is, is het helemaal bijna tot aan mijn kruin. En je kan je wel voorstellen, als al die kleine haarsträngen allemaal met die kleine krulletjes zo dicht op elkaar zitten, dan ontstaan er toch wel vrij veel knopen. En dat is nogal wat werk om dat telkens te ontwarren. Ik was mijn haar dan ook om de 4-5 dagen, hè, om toch een frisse hoofdhuid te hebben en een mooie frisse lei te hebben om te starten. En dan moet ik mijn haar ontwarren. Dat doe ik meestal met een borstel en met een haardroger. Maar vaak doe ik er dan van die twists in. Dus dat zijn eigenlijk vlechtjes, maar met 2 strengen in plaats van 3. Nu heb ik mijn haar verdeeld in 4 cornrows of platte vlechten. Strak tegen mijn hoofdhuid. Om mijn haar een beetje plat te houden. Zodanig dat ik geen punthoofd heb wanneer ik een pruik opzet. En dit is ook een makkelijke manier om mijn haar mooi te laten rusten. Maar dat het ook verzorgd blijft. Want als mijn haar nat wordt door het zweten, en door regen eventueel, dan wordt het haar eigenlijk ontdaan van de natuurlijke oliën. En zweet bevat ook heel veel zout, waardoor ons haar nog meer uitdroogt. En droogte en gebrek aan olie zijn 2 vijanden van kroeshaar, wat ervoor zorgt dat het haar veel sneller zal afbreken aan de punten of zelfs helemaal van aan de wortel. Dus om dit te vermijden en om te zorgen dat de oliën en het vocht zoveel mogelijk in mijn haarstrengen blijft, is dit een soort van verzorgende, beschermende haarstijl. Wordt ook wel een protective hairstyle genoemd. Maar ja, het vraagt natuurlijk wel een beetje tijd en voorbereiding om dit telkens te doen, waardoor het soms gemakkelijker is om het een weekje gewoon in te laten tot aan de volgende wasbeurt. En ondertussen kan ik experimenteren met eventueel gewoon een sjaaltje, een veelkleurig sjaaltje rond mijn haar of verschillende pruiken. Europa, en dan vooral Oost-Europa, is een belangrijke producent van haar voor de commerciële haarmarkt. Maar het meeste haar op de globale haarmarkt komt vooral uit hindoe- en boeddhistische tempels in India en China, zoals de Venkateswara-tempel in Tirumala, India. Religieuze pelgrims komen hier om hun hoofd te laten scheren of een tonsuur of kruinschering te laten uitvoeren. Dit als onderdeel van een reinheidsritueel en als blijk van toewijding. Dit haar wordt vervolgens met evenveel toewijding verkocht aan haarbedrijven, tegenwoordig via online veilingen, waar het wordt gewassen, gesorteerd volgens lengte en eventueel al wordt gekleurd. Vervolgens gaat het naar pruikenmakers. De grootste leverancier en invoerder van mensenhaar is ondertussen China. Ik sta hier in First Class Salon and Fashion, een beauty shop in Damportstraat in Gent. En we gaan eens samen kijken naar enkele soorten haarstukjes en extensions.
Het haar dat vanuit Azië naar Europa werd geëxporteerd, wordt vaak al op voorhand gebleekt. Want de afzetmarkt in Europa is natuurlijk veel groter voor lichte haarkleuren, zoals blond en lichtbruin en zo. Nu moet ik erbij zeggen dat mensenhaar ook in Europa wordt verzameld, maar het aanbod is veel kleiner dan de vraag, waardoor Azië, vooral dan China, ook marktleider is in Europa voor het aanbod van haarsoorten. Nu moet ik zeggen dat blonde haren, lichte haren, vooral blonde haren, al eeuwen populair zijn in Europa. Toen de Romeinen hun veldslagen begonnen uit te breiden naar het noorden en het oosten van Europa, kwamen ze meer in contact met mensen met lichtere haarsoorten, vooral dan blond, wat vrij zeldzaam was bij hen. Dit werd als exotisch gezien en heel veel vrouwen, vooral dan ook sekswerkers, probeerden deze look te imiteren. Zij gingen daarvoor hun haren bleken. Maar als je ooit al eens donker haar hebt proberen te bleken naar heel licht blond, dan weet je dat er enkele tussenfases zijn. Vooral als je het bleekmiddel niet lang genoeg in je haren laat trekken of het bleekmiddel gewoon niet sterk genoeg is, dan kan je nogal eens een rosse gloed op je haren krijgen of een rosse haarkleur. Deze kleur werd dan bij de Romeinen benoemd met de term Flavius of Flavia en werd vooral geassocieerd met lichtzinnige of kokette vrouwen, omdat het werd geassocieerd met sekswerkers natuurlijk. En zo werd het stereotype van het domme blondje geboren. Het antwoord op de vraag van vorige week was dus C, het domme blondje. Pruiken werden historisch gezien van allerlei verschillende materialen gemaakt. Tegenwoordig is dat gemaakt van acrylvezel of plastic. Best wel een leuke manier om aan de recyclage te doen. Maar traditioneel gezien werden pruiken gemaakt van palmvezel, wol of zelfs paardenhaar, zoals bij de oude Egyptenaren. In het 18e eeuwse Engeland kende pruikenmode letterlijk een piek met de komst van de macaroni-mode. Deze hoofdzakelijke mannelijke aanhangers van deze mode namen hun naam van de pastasoort macaroni, waar ze dol op waren en die bij het grote publiek nog niet bekend was in Engeland. Alleen rijke mensen konden zich een grand tour van Italië permitteren. Deze jonge mannen kleedden zich heel rijkelijk en versierden hun haar en hun pruiken met krullen. Volgens modehistorici is macaronicultuur een van de eerste epicene of genderneutrale bewegingen geweest, waardoor homo, biseksuele of genderqueer personen zichzelf konden uitdrukken via mode. Ja, het is uiteindelijk ook alleen maar haar. Laat ons dan ook eens stilstaan bij hoe wij mensen behandelen die aan haarverliezen lijden of die kaal zijn. Ja? Pruiken. Het dragen van pruiken, dat is alleen maar een reactie op een bepaalde vraag vanuit de maatschappij. Dus iedereen probeert aan een bepaald soort schoonheidsideaal of presentabiliteit te voldoen. Ik neem afscheid met een klein stukje advies. Als jullie iemand tegen het lijf lopen met een kapsel dat voor jullie vrij bijzonder is en ongewoon is voor jullie, dan kan ik alleen maar zeggen, vragen staat vrij, maar aanraken niet. Zeker niet tijdens corona. En onthoud dat een vals persoon niet altijd degene is met vals